deze nieuwe video. Ik heb vandaag een leuke make-up tutorial voor jullie. Ik had al een paar video's geleden gezegd dat ik meer make-up tutorials wil terugbrengen op mijn kanaal. In plaats van altijd maar reviews. Dus vandaag ga ik een mooie roze soft glam roze glitter eyeliner. Wat een beschrijving, een make-up look maken. Ik heb vandaag een event van Queen Tarsi, de Wimpers. Zij heeft een oogschaduwpalet die vandaag lanceert. En ze heeft er een heel groot evenement bij. En daarvoor ga ik mij klaarmaken. Het thema is groen en roze, dus je moet die kleuren aan. En het leek me daarom wel leuk om een roze ooglook te maken. Ik heb mijn haren al gedaan, een wenkbrauw al gedaan, maar mijn make-up nog niet gedaan. Dus die ga ik samen met jullie doen. Ik hoop dat jullie er weer zin in hebben vandaag. Pak iets erbij, thee, drinken, whatever. Om deze video zo comfortabel mogelijk te gaan bekijken. En vergeet niet te liken en te abonneren. En dan gaan we gewoon snel door met de video. Oké, omdat ik weer een wat heftigere ooglook heb, begin ik eerst met de ogen en dan pas mijn gezicht. Ik ga het Laura Lee Nudie Patootie paletje gebruiken. Dit paletje is echt geweldig voor de soort ooglook die ik vandaag maak. Er zijn heel veel mooie rozige kleurtjes in, dus deze ga ik gebruiken. En ik heb een verrassing voor jullie. Mijn andere lens is binnen, dus ik ga even de lenzen veranderen en dan kunnen we een beetje inzoomen. Nou, we zijn lekker up close and personal. Jullie kunnen lekker allemaal oneffenheden zien. Ik ga eerst mijn ogen primen met de MAC Soft Paint Pot. Dat breng ik aan over mijn hele oogleden. Wat ik ook altijd doe, ik breng de oogschaduwprimer ook hier een beetje zo tegen mijn neus aan. Want ik merk dat het hier altijd een beetje donker wordt bij mij. En dat is niet zo mooi. Dus dit is iets nieuws wat ik nou voortaan doe. Dan pak ik een beetje losse poeder om het af te poeieren. Dan pak ik in het paletje deze lichtroze matte kleur. Die heet Bare. En met een fluffy kwast breng ik die aan in mijn hele arcadeboog. Het is wel fijn dat ik nou zo ben ingezoomd. Want nou kan ik mijn spiegel ook een stuk meer naar voren doen. Normaal kwam die anders in beeld, dus mijn spiegel stond eigenlijk best wel ver weg naar achteren. Waardoor ik niet helemaal supergoed kon zien wat ik nou precies aan het doen was. Dus ja, dat ik nou kan inzoomen is fijn voor jullie, maar ook heel fijn voor mij. Zoals je kunt zien breng ik hem ook best wel hoog aan, omdat dit de allereerste kleur is die ik gebruik. En hem nog wel moet gaan zien. Dus ik ga echt helemaal ver tot aan mijn wenkbrauw. En ik ga zo in een V'tje naar buiten. Ik ga een halve cut crease maken, dus ik wil alles een beetje zo naar buiten hebben. Dan pak ik deze wat donkerdere paarsachtige kleur. Deze kleur heet Butt Naked. En ik pak maar een heel klein beetje. En met dezelfde kwast ga ik dan ook weer zo in mijn arcadeboog om het iets donkerder te maken allemaal. Ik blijf een beetje onder die andere kleur. Ik ga echt hier in deze deuk hier. Ik ga echt daarin. Echt jongens, hoe ik altijd alles beschrijf is echt hilarisch. En dan maak ik van deze ronde bewegingen om het in te blenden. Dan pak ik weer een beetje van die lichtroze eerste kleur en daarmee ga ik er een beetje overheen om een beetje die roze kleur terug te krijgen. Dan pak ik deze witte glanzende kleur, die heet Stark. En die ga ik een heel klein beetje hier onder mijn wenkbrauw aanbrengen. Dan pak ik een beetje van deze donkere bruine kleur, die heet Nakey Nakey. En die breng ik dan hier aan in de buitenste ooghoeken. Echt maar een heel klein beetje, want anders wordt de look meer bruin dan roze en dat willen we niet. En ik trek het zo naar buiten. Dan pak ik weer die lichtste roze kleur van in het begin, een Bare. En daarmee ga ik weer een beetje over de donkere kleuren heen. Om het weer iets meer roze te maken. Dan pak ik mijn Colourpop concealer in de kleur Light 16. En hiermee ga ik de halve cut crease maken. Oké, ik moet zeggen dat de look een beetje meer roodbruin is geworden dan roze. Maar maakt niet uit. Dan pak ik deze mooie glanzende roze kleur. Die heet Topless. En ik maak mijn kwast nat met MAC Fix Plus. En deze roze kleur breng ik aan over de hele cut crease. Dit is echt een super mooie roze glanzende kleur. Dan pak ik weer die donkste bruine kleur Nakey Nakey. En daarmee ga ik het even hier blenden met de roze glanzende kleur. Ik ga er gewoon lichtjes zo overheen. Oké, dan de glitter eyeliner. Ik pak weer mijn Colourpop concealer om de lijn te maken. De kwast die ik daarvoor gebruik is de Sigma Winged Liner 106. Oké, dan ga ik eerst lijm aanbrengen. Ik gebruik mijn H&M Glitter Glue. En de glitters die ik gebruik zijn deze van aimsparkle.nl of .com, I don't know. En deze heette Barbie Doll. En het zijn hele mooie roze glitters, zoals je kunt zien. Ik gebruik nog steeds die kwast van net. En dan breng ik gewoon steeds een beetje lijm aan en dan een beetje glitters. En zo ga ik gewoon door totdat de hele winged eyeliner af is. Nou, de glitter eyeliner is aangebracht. Ik vind het super mooi. Ik ga het hier ook doen. Dan ga ik een beetje mascara doen en nepwimpers. Aangezien ik naar een Queen Tarsi event ga, ga ik ook hun wimpers opdoen. De wimpers die ik hier heb zijn deze. En deze heette Diva. Ik heb ze nog nooit gebruikt, maar ze lijken mij heel mooi.
En dan kom ik zo bij jullie terug om mijn gezicht af te maken. Oké, uw wimpers zitten erop. We gaan nou even verder met het gezicht. Ik ga eerst mijn gezicht primen met de By Kelsha Gold Elixir. Mijn favoriete primer die ik echt super vaak gebruik. Lijkt bijna altijd. Het is van nou 12:15. Het evenement is van 17:55. Dus mijn make-up moet er nog eventjes op zitten. Dus ik ga ook echt make-up gebruiken die lang goed blijft zitten. Als foundation mijn YSL All Hours Foundation. Ik heb hem in de kleur BD40. En die ga ik met mijn beauty blender aanbrengen over mijn hele gezicht. Voor concealer gebruik ik mijn Revolution Fast Base Concealer in de kleur C5. Ga ik aanbrengen onder mijn ogen in een soortig van V'tje. Ik ga ook een beetje over mijn neus heen, zodat straks mijn neus wat smaller lijkt. Beetje bij mijn kin en mijn voorhoofd en een streep op mijn neus. En dit ga ik dan weer zo uitblenden met mijn beauty blender. Ik moet wel zeggen dat ik vind dat er niet echt veel over deze concealer wordt gesproken, terwijl die echt super goed is. Je hebt ook de Revolution Conceal & Define Concealer. Daar was wel een hele hype over. Die is ook gewoon echt heel goed. Maar deze is ook echt heel goed. Maar ik hoor er niet echt vaak mensen over. Terwijl die heel betaalbaar is en een mooie dekking geeft. Kijk, hij is heel mooi smooth. Hij geeft een mooie medium dekking. En hij is totaal niet cakey. Dan ga ik mijn gezicht contouren met de Kiko Contour Stick in de kleur 201. Ook dit is weer zo'n onderschat product die ook echt heel goed is en heel fijn is. En ook weer inblenden met mijn beauty blender. Mensen, ik moet echt zeggen dat ik mijn sponsor echt voor bijna alles gebruik gewoon. Ik vind het echt geweldig. Ik ga even mijn haren zo naar achteren doen, want ze blijven heel tijd in mijn gezicht vallen. En het is een beetje annoying. Dan gebruik ik mijn Huda Beauty Loose Powder in de kleur Pound Cake. Mijn favoriete poeder. Mensen, als je gaat baken, zorg er wel voor dat je ogen niet creasen. Want als je bake aanbrengt op de crease, dan blijft die crease daar zitten forever. En dan breng ik het gewoon zo aan. Ik begin altijd eerst echt zo recht direct onder mijn oog, zodat het niet gaat creasen weer. En dan ga ik verder naar beneden. Oh, al deze poeder. Dan ga ik mijn gezicht nog een keer contouren met de NYX Highlight & Contour Poeder Palet. Want je hebt nou ook een cream palet van hun. Nou, drie keer raden welke kleur ik ga gebruiken. Deze. En dan ga ik er eerst mijn neus mee contouren. Want die heb ik net helemaal niet gecontourd. Meestal bij mijn neus doe ik het alleen maar met poeder. En dan ook nog een keer hier zo bij mijn wangen. En dan ga ik mijn neuscontour een beetje uitblenden. Dan pak ik mijn Hello Flawless poeder van Benefit in de kleur I Love Me Ivory. En daarmee ga ik nog één keer onder mijn ogen. Om het nog meer flawless te maken en te verlichten. Kijk hoe mooi die het verlicht. Super mooi. En ik ga er een beetje mee over mijn neus. Om de contour wat minder heftig te maken. Dan even een beetje MAC Fix Bliss. Dit is by the way in de geur coconut. Super lekkere geur. Dan ga ik even mijn ogen afmaken hieronder. Ik ga deze kleur pakken en deze kleur. Ik ga ze allebei een beetje... Nee, ik lieg. Ik ga deze kleur pakken en deze kleur. Deze twee ga ik mixen en op mijn onderste wimperrand aanbrengen. Dan pak ik dit lippotloodje van de Primark. Dit is de kleur Candy Pink. Deze is eigenlijk voor de lippen. Maar ik ga hem gebruiken voor mijn ogen. Hij heet pink, maar op zich is hij niet heel pink. Hij is een beetje zalmachtig. Dan voor mijn onderste wimpers gebruik ik de Maybelline Lash Sensational. Deze heb ik ook voor de bovenste wimpers gebruikt. Nou, dan bronzer. Ik gebruik altijd dezelfde bronzer. MAC Give Me Sun. Mensen, ik ben nog steeds op zoek naar andere goede bronzers, zodat ik kan afwisselen. Dus let me know als je een goede bronzer weet. Maar ja, voor nu houden we het gewoon op MAC Give Me Sun. Ik heb wel andere mooie bronzers, maar geen eentje is zo mooi als deze. Deze heeft gewoon een hele mooie sunkissed effect. Hij maakt mij zo mooi bronzy. Dus tot nu toe kan ik er geen vinden die hierop lijkt. Als blush gebruik ik de Physicians Formula Butter Blush in de kleur Nude Silk. Dit is een hele mooie lichtroze kleur. Die staat denk ik wel mooi met deze look, omdat hij niet echt too much is en hij is heel licht. Dus dat vind ik wel mooi. Als highlighter gebruik ik deze van MAC. Dit is Soft & Gentle. Dit is een hele lichtroze highlighter. Deze highlighter breng ik dan ook aan op mijn neus. En ook hier in mijn binnenste ooghoeken. Pak ik weer even mijn poeder. En die ga ik gebruiken om hier mijn contour mooi strak te maken. Altijd als ik blush aanbreng, komt die toch een beetje hier zo beneden.
En dan is het weer mooi als ik dit doe, waardoor het weer mooi strak wordt. Nou, dan als laatste nog mijn lippen. Ik gebruik lippotloodje van MAC in de kleur Sour. Of hoe je het ook zegt, Sour. I don't know. Dan ook een lipstick van MAC. Deze is in samenwerking met Patrick Star van de Flower Collectie. Een hele mooie roze kleur. Dit is de kleur Sweet Mama Star. En die breng ik aan in het midden. En van die collectie is er ook een lipgloss. Dit is in de kleur Mama Star Kiss. Dit is de lipgloss. En dit is een hele mooie goudachtige, rozige, glitter glanzende gloss. Wat een beschrijving weer. Dan als laatste een matte setting spray. Deze is van Catrice. Deze is van Catrice, de Prime and Fine Matte Setting Spray. Nou mensen, dit was dan de make-up look. Ik ben heel blij met hoe die is geworden. Ik vind het op zich wel fijn dat de kleuren hierboven niet heel roze zijn. Want misschien was het dan allemaal iets te roze geweest. Dus ik ben op zich wel fijn hoe het helemaal is geworden. Ik vind het een mooie look. Ik moet om 3 uur een vriendin ophalen en dan om 5 uur bij het event zijn. Dus ik heb nog een hoop te doen voordat ik vertrek. Ik hoop dat jullie de look mooi vinden. Laat me weten wat jullie vinden van de look en gewoon van de algehele video. Ik ben heel benieuwd naar jullie mening. En als je het leuk vindt natuurlijk, vergeet niet te liken. En als je het echt super leuk vond, dan kun je ook abonneren. Dat kan door hier op mijn gezicht te klikken. En ik plaats 2 video's die je ook kunt gaan bekijken. En dan hoop ik jullie weer snel te zien bij de volgende video. Doeg!